In de strijd tegen terrorisme maken veiligheidsdiensten niet alleen meer gebruik van geheime afluistering en monitoring, maar ook steeds meer van de data die terroristische organisaties openlijk online delen. Deze open source intelligence kan gedragspatronen onthullen en zo het gedrag van aanslagplegers helpen te voorspellen. Maar er is een probleem. De hoeveelheid data op social media is zo groot dat veiligheidsdiensten duizenden analisten zouden moeten inzetten om alles te monitoren. In Nederland werkt Peter de Kok, een contraterrorisme-expert die werkt bij de politie, aan software die veiligheidsdiensten kan helpen het analyseproces te automatiseren. Hallo. Hey. Hallo. Good to see you. Hey. Oh ja, gek. Net zoals bij de andere puntenrol kun je inzoomen, uitzoomen. Ja, super toch. Helemaal te gek. Now we're standing in the middle of the data. Which is, I think, a very cool thing. What's the film again? Minority Report. Exactly. Tom Cruise is going like... Ik ben filmmaker van huis uit. Ik ben getraind als verhalenverteller. Ik heb 15 jaar de wereld rondgereisd en ik zat in heel veel oorlogs- en conflict situaties. Landen die... Nou, het is wel interessant, er is veel literatuur geschreven over de overeenkomsten die er zijn tussen een terrorist en een filmmaker of een theaterproducent. Een terrorist heeft een boodschap, net zoals een filmmaker dat heeft. Een terrorist heeft één première, als je wil, waar alles samen moet komen. Ik ben opnieuw gaan studeren, Master of Criminal Investigation. Ik ben afgestudeerd op een boekje en dat heet Scenario's in de strijd tegen terrorisme. Het idee hierachter is, kun je scenario's uit de filmindustrie gebruiken om beter te anticiperen op terroristisch gedrag? Even uitzoomen, inzoomen. Andere kant op. Wat we hier, we zijn nu bij de Technology Lab in de universiteit en we werken met de Universiteit van Tilburg nou samen om te kijken hoe we nu een verhaal kunnen visualiseren. Nou, dit zijn eigenlijk allemaal verhaalcomponenten die aan elkaar gelinkt zijn. De verschillende kleuren bepalen de verschillende hoofdcomponenten. En wat we nu gedaan hebben is we maken elk scenario, elk verhaal, elk terroristische aanslag zo je wil, geven we vorm volgens deze 3D-modelstructuur. En als je dat doet, dan hebben we nu een database van honderden, duizenden terroristische aanslagen op deze manier weergegeven, dan kun je opeens ook aan de computer vragen, bereken nou eens verhalen die op dezelfde manier gestructureerd zijn. Dit is not a true story, want het is wel een true story. Alleen dat kan ik niet zeggen. Dus ik heb het eroverheen gezet dat het niet gebeurd is. En ik heb wat dingen eraan veranderd zodat het niet herleidbaar is. Wat is het geval? In het oosten van het land werd een grote explosie gehoord. Midden in de nacht. Omwonenden gingen kijken en die vonden een boom die helemaal aan gruzelementen was. Het was best wel raar, want het had niet gestormd, er was geen onweer geweest en ze hadden wel een knal gehoord. Dus het werd onderzocht. En op de plek vonden ze eigenlijk helemaal niks, behalve dit dingetje. Een gek plaatje koper is het. We zijn begonnen met een werkscenario. Een werkscenario waarin we twee dingen wisten. De arena wisten we, wisten precies de locatie waar het gebeurd was. En we wisten dat gekke koperen dingetje. Daar zijn we mee begonnen. Wat het model doet, en dat is de essentie ervan, is dat het heel veel scenario's met elkaar vergelijkt. En verbanden zien die scenario overstijgend is. Dit was een incident wat naar boven kwam in Syrië. Dat is ook ergens een jaar geleden, denk ik. Is er een stash ontdekt van dit soort koperen plaatjes, EFP. Is een aanslag mee voorkomen. Het zijn er overigens een hele hoop. Maar bij dit incident was een gewelddadige jihadist betrokken. En die gewelddadige jihadist bleek van Nederlandse afkomst te zijn. Sterker nog, deze betreffende persoon was op het moment van de boom die uit elkaar klapte, zal ik maar zeggen, 2 of 3 weken geleden daarvoor was hij in Nederland gekomen. Dus wat de essentie is van het model, is dat je begint met een werkscenario waarbij je, 2 componenten, hè? We hadden de arena en we hadden de
dat gekke koperen plaatje. En nu, in een kwestie van secondes, consulteert het model heel veel scenario's. Veel meer dan ik in mijn hoofd kan hebben, veel meer dan u in uw hoofd kunt hebben, veel meer dan elke onderzoeker in zijn hoofd kan hebben. En die haalt daar kennis uit. Wat ik hoop dat dit model kan bijdragen, is dat naast de ervaring van de opsporer, dit model kan gaan helpen om daar een heleboel ervaring uit het verleden naast te gaan zetten. Dus de opsporer heeft nog steeds dezelfde intuïtie, heeft nog steeds dezelfde onderbuikgevoel, heeft nog steeds dezelfde kennis en ervaring, maar die wordt geholpen door een hele grote database met allemaal informatie die niemand van ons in zijn hoofd kan hebben. Niemand van ons kan 500.000 terroristische aanslagen tot in detail in zijn hoofd hebben. Nou, de computer kan dat nu wel.